Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi, stoer maar romantisch bloemstukje maken. Dus even helemaal weer wat anders. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Ik zie dat heel veel kijkers niet geabonneerd zijn. Als je abonneert, zorg je ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. En het kost dus helemaal niets om te abonneren. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemis.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En dan gaan we nu gauw beginnen. Voor het pakket geldt weer op is op, dus wees er snel bij. Ik heb een hele mooie ondergrond. Een hele mooie houten witte plank. En daar gaan we mee aan de slag. Een waterschaaltje, die zet ik in het midden. En nog wat andere leuke materialen. Zo, het zijn hele mooie houtwortels, ook in het wit. En deze geef ik even een plekje op het stuk. Dat verdeel ik gewoon. Ik verdeel het gewoon een beetje over de plank heen. Ik doe er wat rondom het oasestukje en wat los. En om de zijkant van het bakje even weg te werken, zet ik wat Tillandsia vast. Dit zet ik vast met krammetjes. Want ik wil het bakje niet zichtbaar hebben. En ook het grijzige gaat dus heel mooi bij het stukje passen. We maken alles een beetje in het grijs, pastel. Dan heb ik mooi gipskruid en dit verwerk ik er kort in. Zoals je ziet is dan al een groot deel van de oase mooi weggewerkt. Dan heb ik een supermooi roze trosroosje. En ook deze verdeel ik er rondomheen. Gelijkmatig. Zodat het bloementaartje zich mooi vult. Meestal drogen deze materialen ook allemaal mooi in, dus dat is heel leuk. En vooral bij zo'n romantisch stukje kun je dat heel mooi, is dat een heel mooi geheel. Afhankelijk van hoeveel knopjes jouw roosje heeft, verdeel je dit in het stukje. Dan heb ik mooi sedum en deze maakt hem iets warmer, maar past wel weer heel mooi in het geheel. Sedum droogt ook mooi in. Maakt het bloemstukje ook luxe en haalt het net eventjes op. En door het hout er zo omheen te leggen lijkt het net of het erop zweeft. Dan, om een beetje het bruine tintje terug te laten komen, want die gaan we straks ook nog verwerken in jute touw. Tenminste, die mogelijkheid is er. Dan heb ik mooie scabiosa bolletjes. En deze kleurencombinatie vind ik zelf heel mooi. En dan voegen we nog een klein beetje eucalyptus toe. Deze verwerk ik wel kort ertussen.
Dus ik gebruik echt de zijtakjes ervan, omdat ik hem echt kort in wil hebben en niet te lang wil hebben. Dan heb ik nog wat mooie appeltjes. Ik vind het altijd leuk om deze in herfststukjes te verwerken. En ja, zo maak je er toch een leuk herfststukje van. Ik steek onderin gewoon even wat satéprikken. Voordat we verder gaan, wil ik nog eventjes deze optie laten zien. Ik heb hele mooie PTMD kaarsen in de webshop. En kijk hoe gaaf dit erop staat, omdat je dat ronde met het ronde echt versterkt. Dus echt heel erg mooi. En je kan hier sowieso alle kanten mee op, want je kan er bijvoorbeeld ook een mooi vaccineglaasje op zetten. Dat zal ik ook even aan jullie laten zien. Denk bijvoorbeeld aan deze optie. Dat is ook heel erg leuk. En vooral nu met de donkere dagen is dat natuurlijk heel gezellig. Maar ik ga hem op een andere manier nog even met jullie afmaken. Maar er zijn dus meerdere opties om dit mooie stukje af te maken. Kijk, de basis is nou klaar. Echt super mooi. Herfst, maar op een rustige, romantische manier. Ik heb nu nog mooie plataanbolletjes. En ik vind het super leuk om te verwerken. Je kan er nog een aantal zo tussen je stukje doen. En dat kan je gewoon vastzetten met een krammetje. Dan heb ik nog wat herfstvruchtjes. En dit leggen we er gewoon omheen. En ik zei al dat we op een of andere manier jullie terug hadden laten komen. Daarvoor heb ik deze jute slingen. Echt geweldig, want er zitten lampjes in. Hoe leuk is dit? En maakt hem natuurlijk helemaal af. En deze kan je er eigenlijk gewoon een beetje rondomheen leggen. Ik doe het begin even onder een houtstronk. Oh, geweldig dit. En ik zorg altijd dat het lampje even onder het dienblok terechtkomt. Of in ieder geval, ik stop hem een beetje weg. En je kan hem gewoon een mooi plekje geven zoals jij het leuk vindt. Nou, ik doe het eind dus even onder het inblad. Even onder het hout. Misschien nog iets mooier en makkelijker. Ja. Waar je het lampje aan en uit kan doen. Het is gewoon een batterij, dus je kan het ook vervangen. Mocht je dat willen. En daaromheen leg ik gewoon nog even wat vruchtjes. En ook hier kan je nog prima een vaccine tussen zetten natuurlijk. Dat is net hoe je het zelf wil. En wat plataanbolletjes die ik over heb, leg ik er ook nog even bij tussen. Speel met de materialen, kijk hoe het mooi tot zijn recht komt. En dan kan je nog heel veel extra doen, maar ik vind hem gewoon helemaal leuk zo. Het bloemstukje is natuurlijk de basis en daar kan je alle kanten mee op. Je kan voor jute touw gaan, je kan leuke vaccines erop zetten. De vaccines staan los in onze webshop onder woondecoratie, mocht je dat leuk vinden. Ik heb ook hele leuke rosé kleurige, dus deze en rosé, die kleuren er ook heel mooi bij. Maar kijk, als je dit ook ziet, hoe geweldig mooi luxe bloemstukje hebt, wat heel lang goed blijft. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, we versturen het gewoon naar je toe. En ja, dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Wees er snel bij, want voor dit pakket geldt weer op is op. Ik kan hem niet nabestellen, dus wees er snel bij. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken.
Volgende week komt er ook weer een hele leuke sales shop blog. Vorige week was een heel groot succes. Het was heel snel uitverkocht. Dus ik ga een nog grotere opnemen met dezelfde soort ondergronden voor hele kleine prijsjes. Wil je daarin missen? Abonneer even op mijn kanaal. Of volg mij op Facebook of Instagram. Daar deel ik het ook als het online komt. Dus mis je helemaal niets. Maar abonneer dus eventjes. Als je het belletje aanzet, krijg je ook echt een melding als er een nieuwe video van mij online komt. Wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!